zijn ze gewoon. Wat ligt het daar? Maar die ene stond gewoon en speelde al de solo's van Thompson. En ik achter de drum al de nummers spelen. Mm. En daarna ging die andere, dan ging ik gewoon trompet spelen of sax. Oh, nee. Hij wil drummen. Wat? Maar wij speelden, Soulkiss moest een keer spelen in de Watermolenstraat. Had je zo dat tuinpaviljoen daar. Ja, ja. En Dari kon niet. Edgar Darnell kon niet, die zat in het militaire dienst. En wij hebben de instrumenten, 3 uur, hebben we gewoon instrumenten gebracht naar de Watermolenstraat. En we moesten om 6 uur beginnen. En die Dari kwam niet. En die man mag hij schelden daar. Hey, yo, who take me money? Don't you play? Plek je vol, de tafels vol met meiden en mannen. Louis' zoon komt binnen en zegt, ja, vandaag kan hij niet weggaan. Want daar die glipte af en toe gewoon daar van de Sigastraat. Had ze een soort stukje open gemaakt bij de kampement. En dan ging hij gewoon weg spelen. Die jongens kofferde hem gewoon, kwam hij weer nacht terug. Maar dit keer kon hij niet. Hé, uitschelden. En toen ging ik naar Paul Noordpool. Ik zei, Paul, laat me drummen. Hé, dus Paul ging naar die Benny Alouard. Hey. En die Benny Alouard die stond me te lachen van. Hé, dat kan niet, man. Deze mannen kunnen niet drummen, man. En bla 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 bla. Dus die Paul die zegt. Maar laat de jongens proberen, man. Dus ik ga zitten. Eerste nummer, perfect. Maurits Gravenberg, dat is een vriend van mij. En ik zeg, Mau, wij gaan gewoon om en om spelen. Hey man, één succes. Die gozer zegt, die jongens waren hier al vanaf 3 uur. Dus jullie gaan om 6 uur beginnen. Bla 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 bla. Einde. Zeg ik tegen Maurits van, Maurits. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik ben geen roadmanager meer, hoor. Vanaf vandaag zijn we drummers, bro. Hey. En zo is die Soulkiss uit elkaur gegaan. En Maurits werd drummer van de Sullivans. En later zei Paul en Paul Noordpool van laat ons naar Upjes aan huis gaan. Frits Buitendorp. Samen met Hartog. Weer een nieuwe groep in elkaar zetten, gewoon Soulkiss. De kids gingen uit elkaar uit. Ja, ja, en het werd toen kwam Soulkiss en ik werd de drummer van Soulkiss. Ja, man. Maar ik mag niet zomaar naar buiten gaan. Zijn die leuke dingen, hè? Hoe alles, wat je geworden bent en zo in het begin. En de gezichten van de mannen heb ik allemaal gezien in het verleden. Twee, ja. Want ik was een klein jongen van Melkoek, die overal naartoe ging. Ja. Om te luisteren naar muzikanten. CCS hebben ze me weggejaagd. Hey, me too. Mika, nou mijn gitaar. Mika, schrijf me in naar CCS. Mijn ouders wisten het niet, hè. Maar het was na voetbal. Cultureel centrum. Ik zag een orkest daar met donkere jongens. Ik wil er ook in, man. Maar het was de familie Snijders. Ben ik me gaan inschrijven. Toen vroeg die man van, waar woon je? Ik zeg, Lakendadelstraat. Hoor die man, je weet toch dat je moeder en vader geen geld hebben? Ga weg van hier. Toen werd mijn CCS, wie nou wie? Toen kwamen al die cats daar spelen, Login, Stanley Login, en Eugène Bonham, de Rhythmmakers. Hey man, ik ging elke keer staan van, boompa. En ik heb ook veel geleerd van Wijnan en Lieve Hugo. Want die woonde precies achter Maurits, Waldijkstraat. Dus Maurits, laat hem daar de straat en daar heb je lief voor je goed. Dus wij gingen vaak zitten daar en kijken naar hoe ze spelen. Repetities van die mannen. Ja. Yeah, no.